Yo mensen! Mensen! We hebben vandaag een hele nieuwe video. We gaan vandaag een stoppertje spelen in deze video. Ja, dat is helemaal niet nieuw. Gestolen. Gestolen van Koens Kanaal, die er als eerst mee was. Daarna heeft Simon van mij vandaag en daarna dacht u het van mij. Ja, ja mensen, klopt, straight facts. Koen was veel eerder dan de Stigman. Oh, allemaal kutkinderen die hier dus, ja, wonen ook. Oké, dit ja, maar dit kan toch niet? Maar goed, verstoppertje. Een leuk kindervriendelijk spel wat wij nu gaan doen. Voordat we gaan beginnen, abonneer op het Bangsters kanaal. Heb je nou nog niet alle benen om Bangsters te doen? 1000 subs. 1000 subs? 2000. Zo. 3000. 10 miljoen 1000. 3000 subs. Dus als jij kijkt en je bent nog niet geabonneerd. Je kijkt dit s'avonds en je ziet er zijn er pas 300 bij. Koop ze gewoon voor ons. Koop subs. Maar doe een duimpje omhoog. We hebben nieuwe regels voor een stoppertje. Oh. We hebben een paar leuke extra's toe. Je kent nu het standaard concept. Maar waar heb je dit gekocht? Ja, het is uitverkocht. Het is uitverkocht, maar okay. Tegen de tijd dat deze video online komt, is het weer te verkrijgen op bankzitters.nl. Ja. De nieuwe regels zijn: wij hebben nu als vier verstoppers allemaal een briefje bij waarop een soort extraatje staat dat je even in kan zetten. Dus als hij iemand vindt, kan die wel een. Nee, die mag je nog niet. Hij moet ze uitdelen aan ons. Want Milo. Die mogen zeker niet kijken. Milo is de zoeker, aangezien wij deze moet nu direct je ins en outs van Casa del Huts. Jij gaat ons nooit vinden, Milo. Op deze papiertjes staat dus een extraatje. Dus dan kun je bijvoorbeeld een heel handig. Ja, ga ik niet zeggen, dan moet je maar verder kijken naar deze video. Wat er ook nog is, wij mogen straks nog drie stickertjes verstoppen in het huis. Dat kunnen ook extraatjes of juist nadelen van de zoeker zijn. Dus als je die vindt, heb je misschien een power. Misschien heb je iets. Door de wereld vergaat. Oh, de wereld vergaat, zijn kaartje met kernaanval. Hé, maar wanneer is het afgelopen? Want hij gaat ons nooit alle vier vinden. Wel. We moeten een soort time frame aan zetten. Dan is het half uur. Half uur? Half uur vanaf het moment dat je gaat zoeken. Je hebt die power-ups, hè? Gaas, bro. Ik ben zo'n illegaal. Jij kan zo op het dak kijken nu zo. Ik heb altijd die Fortnite hide and seek gedaan. Mensen, we gaan beginnen in 3, 2, 1. Milo tellen, kut. 1. Mannen, jullie hebben 2 minuten. Nee, langer. Oké. 14. 3 jaar. Ja, is goed. 1. Oké. Want dan komen we terug in die lokaal. Ik ga hem best sneller, jij zegt. 13. 14. Ik heb alle tijd, jongen. Hé, je moet wel je ogen dicht doen. Jij snapt het helemaal niet. 1. Ondertussen beginnen de andere jongens de hulpstickers van Milo te verstoppen. Jongens, ik zeg er 1. Ik zeg we plakken er eentje op het bankzittersplagaat. Oh, we moeten natuurlijk dit ook nog doen. Oké, ja, dit is wel. Die vindt hij wel. Voor mij ben je nog aan het spieken. 10. Wie wil daar? Ik kan niet zien wie het zegt. Sorry. Ja. Mag ik het van kijken? Zo, geel. Op geel. Ziet hij misschien ook niet. Je weet het niet, hè? En ook Robbie weet de laatste sticker heel goed te verstoppen. Waar ga je mee? Ik ga daarin. Hij is gek geworden. Waar gaan wij naar boven dan? Hij is gek geworden. Deze ding moet je hij gaat in de kruipruimte. Gewoon legit, hè? Weet je het echt zeker? Doei. Doei. Zeg nog eens doei. Doei. Oh, dit is. Oh, kut. Hier zit niemand, hoor. Dit werkt goed. Ah, zo, ik lig in een gat. Nou mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Raoul de Graaf. Als je afvraagt waarom heb je een bril op? Nou, dat is dus met voorbedachte raden. Want ik wist al, ik ga me hier verstoppen en er zijn allemaal spinnenwebben en stof hier. Dus dan krijg ik allemaal mijn ogen, dus vandaar ik een bril op had. 1 minuut 31. 1 minuut 32. Ondertussen zoekt Koen het via Raoul zijn dakraam hoger op. Oké, je komt er nooit meer vanaf. Doei! Oh, het is nat. Maatje. Succes. Thanks. Meestal met verstoppertje ga ik voor de goede verstopplek en dan zit ik prima een half uur en dan doe je het goed. Ik ga nu voor de rondren tactiek om het huis. Gewoon een beetje Milo in de gaten te houden en hem achter hem aan te gaan. Ik heb wel een goede plek. Ja, moet ik je helpen? Ja, we helpen. Je doet leuk met je leasebak. Ja, je bent gek. Ah, je hebt wel ruimte zat, je hebt wel een goede kofferbak. Hoe ga ik hier ooit uitkomen? Niet bellen als je eruit wilt, als je in paniek bent. Bel mij. Misschien kun je nog sneaken in vrije tijdens het spel. Ja, dat zijn we dan. Zo, dat zou fucking goed zijn. Dat is eng, hoor. Dan gaan we de tuin in, dan gaan we voetballen. Is goed. 4 minuten 58, 4 minuten 59, 5 minuten. Ik kom. Oké, mensen, we zijn los. Dit is wel een dingetje, hè. Het eerste wat mij opvalt, is daar dat huisje. Mijn tactiek is eigenlijk er niet. Ik ga gewoon in zones werken. Ik wil eigenlijk van binnen naar buiten werken, dus ik wil eerst het huis pakken.
Maar dit zijn van die kleine puntjes. Als hier iemand ligt, word ik echt gek uiteindelijk. Ik wil hiermee beginnen met dit huisje even checken. Dit is weer zoiets. Iemand had dan leuk toen dat hij hier al de hele tijd lag. Je dacht van, oh, ik lag zo dichtbij aan het begin al. Hier een hoekje. En dit is wel eens een hoekje waar iemand kunnen zitten. Wat ik een beetje kan doen, ik wil sowieso eerst binnen beginnen. Dat huis, ben je best wel snel doorheen. Het is wel een groot huis, maar je bent er best wel een soort snel doorheen. Het ding is, Milo weet dat er een kruipruimte in mijn studio zit. Dat weet hij. Daarom zit ik nu hier, maar hier, deze ruimte kent hij volgens mij niet. Hij weet niet dat het hier zit. En dat Milo dat niet weet, wordt al een paar seconden later duidelijk. Aan deze kant op. Ik ga deze gasten pakken, lekker zeg. Dat is gewoon een lekker gevoel, dat je nu al weet dat je ze gaat pakken. In dit hok. Hier zit niks. En dan gaan we van de ene donkere ruimte naar de andere donkere ruimte. Kut. Ik zat echt voor weer in. Ik lig nu op het dak van Casa del Huts. Maar Milo kan me zeker vanaf daar zien. Dus ik lig hier niet goed. Maar wat ik ook kan, kijk, het is nu heel goed mogelijk dat die gasten mij gewoon in de gaten houden. Dat die gasten bijvoorbeeld nu buiten zitten hier, ik noem maar wat, hier buiten. Dat ze mij naar binnen hebben zien gaan. Dat ze denken, oké, hij is binnen, ik kan soepel verplaatsen. Als ik dan nu stiekem vanuit binnen even uit het raam kijk en ik zie ze lopen, dat zou natuurlijk heerlijk zijn. Dat is dan een grote win. Een grote W. Daar heb je zeker een punt, Milo. Want aan de andere kant van het huis zet Mattie het op aan lopen. Oh mijn god. Je gaat het toch nooit zoeken. Waarom zou ik hier zijn? Hier is veel te open. Bij de andere jongens begint het steeds minder comfortabel te worden. Dit ligt echt niet fijn. Oké, dit ligt helemaal niet lekker. Ik ben dus helemaal onrustig in mijn hoofd die post-it gedacht. En die kan ik zomaar ook gemist hebben beneden al. Ja, die post-its zijn leuk en aardig, Milo. Maar let nou maar eerst op de kandidaten. Want buiten speelt zich het een en ander af. Oké, ik word nu al geappt na een paar minuten van Rob. Dat hij eruit wil uit zijn auto. Voor mijn stikje lagen, gewoon grappig. Oké, ik durf op te zeggen dat buiten iedereen zit. Want ik heb hier helemaal niemand binnen gevonden. Ik blijf mijn idee, ik blijf bij die auto's. Ik ga die achterbakken checken. Nee! Ja! Oh, kut! Je wilde het toch uit? Nee! Huh? Je wilde bevrijd worden, zeg je? Ik zei over 10 minuten! Nee! Oh mijn god! Vind je ons nou allebei in één keer? Hartstikke idee! Staat hij daar te campen? Hartstikke! Jij zegt dat je eruit wou! Hatsa! Zometeen, zei je! Ik zeg zometeen! We zitten al bijna 10 minuten! Dus over 10 minuten of zo! Dat is jammer! Ik heb het verneukt voor je! Ook voor jezelf! Ja, maar ja! In één keer allebei! Ik was een rondje aan het rennen, ik had geen idee wat ik aan het doen was! Dus okay. Je hebt nu twee bonnetjes. Ik heb nu in één keer twee klappen in één. Ik heb van ook voor jou, dat is zielig. Je had een goede plek. Dat ging je nooit zoeken. Ik had één klap in één vlieg. Hier had je mijn gast. We zijn vaak mee begonnen. Ik zei van, ik ben zeker iemand in de achterbak van zijn auto liggen. Daar begon ik mee. Ik zweer ze. En jij hebt het mij al gezegd. Nee, is echt niet zo. Wat zeg je? Echt niet zo. Ik liep hier door het huis. Ik schrok, hè? Ik was gewoon bang zitten speelbed kijken. Ik zweer ze. Ik liep hier door. Ik zag door het raam zag je auto. En op dat moment dacht ik, ja, sowieso iemand is in de achterbak gaan liggen. Ik liep hier echt bewust heen om in de auto te gaan kijken. Ik heb een leuk bonnetje voor je. Ik heb nu allebei een bonnetje natuurlijk, ja. Lees maar voor. Iemand naar keuze laten schreeuwen. Dat is lekker. Jij mag nu zeggen, Koen schreeuw en dan... Wah! Laten we die... Zal ik één doen? Nee, doe eerst maar die. Lees maar eerst, je kan zelf kiezen dat je ze inzet. Oh, misschien is het wel dat ik vraag mag. De gevonden speler moet eerlijke informatie geven over een andere speler. Oh. Oeh, oké, dan begin ik daarmee. Ja, maar ik weet allebei waar ze zitten, dus wat moet ik zeggen? Je moet kiezen wie je wil. Oké, dan ga ik aan jou vragen, want Koen zei dat hij nooit gevonden ging worden. En als jij dat ongeveer weet, dan ga ik aan jou vragen, Rob, jij moet eerlijke informatie geven. Waar zit Koen? Ja, maar ik moet niet letterlijk vertellen waar hij zit. Gewoon een serieuze hint. Een serieuze hint over de locatie van Koen. Oké. Hij zit op een hoogte waar ik niet makkelijk bij kom. Zit op het dak, ik weet het maar zeker. Jij misschien wel. Dat ding, ik weet zeker. Ja. Dit ding? Ja, dat denk ik. Okay. Hij is omhoog geholpen. Hij heeft omhoog geklommen. Of uit het raam geklommen. Dat ding dan naar beneden gegleden. Ik denk dat hij via dit raam hier op het dak is geklommen. Dat hij daar nu ligt. Dat ik hem... Nee, ik zet deze maar ik ga maar dat ik... Maar ik kan er nu voor kiezen om... Oké, ik kan iemand laten schreeuwen. En ik kan ervoor kiezen om dan nu, omdat ik dat ongeveer weet, Raoul te laten schreeuwen. Maar ik kan beter gewoon nu zeker weten dat ik Koen heb. Dan zeg ik nu... Koen jongen, schreeuw maar van het dak af. Schreeuw maar. Nee, je moet hem even. Moet je. Oh, ik moet hem even. Schreeuw maar, ik moet niet op mijn hart gaan schreeuwen. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. Ah! Zo, dat is gewoon tering ver. Dat was ver, hè? Dit klonk echt als heel ver. Oké, dus ik heb nu dat. Ik weet niet eens of de camera dit wel heeft gehoord. Ja, weet ik ook niet. Maar hij heeft wel oprecht geschreeuwd. Daar helemaal. Maar oké, dat nee. Dus op de hoogte die jij zei waar jij niet makkelijk bij kan. Dat is de laatste keer dat hij hem gezien heeft, hè? Verder weet hij het ook niet. Nou, ik weet niet. Natuurlijk verplaatst zijn, hè? Milo zijn zintuigen sturen hem verder weg van Koen.
maar dichter bij iets anders. Ja, misschien dat er hier wel... Maar hoe, ik vraag me ook af hoe goed die dingen verstopt. Ja, voor mij valt het wel mee goed te verstopt zijn, hoor. In zo'n gieter of zo. Ja, het kan. Ja, ja, weet zou, je niet. Het zou ook in zo'n gieter kunnen zitten. Ik denk niet dat ze zo flauw zijn, hoor. Nee, maar ze zijn wel zichtbaar. Zeg maar, je hoeft ze niet te zoeken. Je kunt ze zien... Ja, heb je ze, weet je waar ze alle drie waar ze liggen? Ik weet ze alle drie. Ik heb niet meegedaan met verstoppen. Ik weet ze alle drie te vinden. Ja, ik zie ze gewoon tering duidelijk. Zeg dat ik al mijn shots aan maken was van hem toen we nog daarachter liepen. Jij zag hem ook pas net. Ik wist niet dat hij was. Wat staat erop? Ik mag iemand een foto laten maken van wat diegene op dat moment ziet. Je mag ook gewoon, doe maar. Moet ik nu inzetten? Of mag ja, je dan mag je bewaren. Ik zou misschien niet alles op Koen zetten, maar misschien ook wel, ik weet het niet. Ja, lastig is dus dat, ja. Ik hou hem nog even achter de hand, ik moet even tactiek bedenken. Ja. Ik heb nu wel een paar dingen van Koen, maar ik weet er eigenlijk nog steeds niks. Koen vindt het allemaal iets te lang duren en besluit Milo een handje te helpen. Ik ga Milo bellen. Bel, Koen. Yo, maatje. Gast, wat ben je allemaal aan het doen? Yo. Wat is het? Je bent al drie keer langs me gelopen. Ik ben al drie keer langs me gelopen, zeg ik. Drie keer. En heet het dat praten over spinnen, maar zo, kom mij gewoon even vinden, joh. Praten over spinnen en zo, ja, hij zit toch op dat typisch dak echt aan die kant, hè? Ja. Oké, dankjewel. Yes, is goed, doei doei. Kut, zo jij weer, ik zit. Ik kom hier nog weer onder. Hij zegt dus dat we aan het praten waren over spinnen en zo. Dat hebben we over gehad hier in dit stuk, bij deze voorgave. Hij zit op dit dak, weet je zeker. Op deze? Ja, op een van die dagen. Via een raam naar buiten geklommen, kan niet anders. Hij is via een van deze ramen, ik ga door de raam kijken. Ik zit nu zo ver onder het dak, hij moet echt het dak op, maar dat gaat hij nooit doen, denk ik. Ondertussen probeert Raoul zichzelf te entertainen met een nummer dat recentelijk 1 miljoen streams op Spotify heeft gehaald. Hey hallo, het is Koetje DHP, eerst AMG en nu een BMW was daar genomen. Hey, Castellina was zo duur, man. Je dacht echt dat hij hier zat, hè? Hij dacht 100% dat hij hier zat, hè? Hier kan hij niet zitten, bij mijn raam houdt het op, zeg maar. Zou Koen die foto laten sturen van je is? Jij weet het. Raoul dan? Maar heb je nog geen idee? Daar heb ik nul idee van. Ah ja, maar hij is aan het treiteren, dus dan zou ik ook gewoon... Ja, maar hij zei iets over dat wij het over spinnen hadden. En dat was heel toevallig als je dat gewoon gokte. Hij heeft hij gehoord, waar wij hier bij die voortuin liepen, bij dat steegje. Achtuin. Ja. Achtuin. Laten we dan die foto's zien. Je moet nou toch al ingaan op Koen? Of niet? Ja. Als ik jou was, ik had het niet gepikt. Stil foto wat je nu ziet. Oké, dit is goed. Want ik kan dit filmen. Het lijkt net alsof ik niet op het dak zit, maar ergens onder. Wat, dan doe ik het zo. Ik heb dit. Dit lijkt nooit alsof ik op het dak zit. Never, never. Is dit Koen? Dit is Koen. De vraag is... Zit hij ergens tussenin of zo? Is dit een dak? Is dit een grond ergens onder? Dit is een dakding. Dit is een soort dakgoot. En na minutenlang zoeken heeft Milo eindelijk weer iets gevonden. Ah, ja, ja. Ja, ja. Oh, is er afgevallen. Hebben. Is er afgevallen. Een ja-nee vraag aan een persoon naar keuze. Ik ga vragen of je op het dak van echt het huis, het grote huis, dat scheelt dan heel erg. Milo vraagt, zit je op het dak van het huis? Ja-nee vraag. Zeg ik, definieer op het dak. Definieer op het dak? De bovenkant van het huis. Hij zegt nou gewoon op de bovenkant van het huis, buitenkant. Zeg ik, oké, dan ja. Dan wel ja. Op het dak. Buitenkant van het huis. Ik hoor ook van, what the fuck, ik ga stuk. Waar slaat je nou op? Inmiddels bedenkt Raoul een manier om Milo te bellen zonder dat hij gelijk weggeeft waar hij verstopt zit. Hey Roel. Roel, waarom is het bij jou zo tering donker? Wat is er voor gezeik? Hè? Waarom is het bij jou zo tering donker, jongen? Zit jij in een of andere... Zit jij in een of andere prullenbak? In zo'n kliko zit jij. Misschien. Roel, zoek het uit, jongen. Roel, jij bekijkt het maar. Zit hij ook in zo'n achterbak of zo? Omdat Koen weet dat Milo eraan komt, probeert hij zich op het dak te verplaatsen. Dit denk ik de beste optie. Ja! Ja! Oh, hij is te lopen! Was je te laat? Was je wilde hier weg? Ja, ik hoopte dat hij een ladder had, dat ik hier naar beneden kon. Lekker zeg. Gast, weet je waar ik zat? Nou. Ik heb hier zo'n dak. Ja. En je kan hieronder. Ja, ik maak geen fat. Oké, nog één iemand te gaan en die gaat toch niet gevonden worden. Maar dan opent Milo het briefje van Koen. Deze persoon mag zich opnieuw verstoppen. Oh, mijn zonder schoenen. God. Heb hij die weer, hoor.
pisvlinder. Maar Koen besluit er echter niet heel veel moeite in te stoppen en gaat lekker in de woonkamer aan de koffie. Kut, sorry. Ik was net lekker een bakje aan het zetten voor hem. Maar wat zoek je nou? Ik zoek de ingang van de kruidruimte. Oké. Ben je al in een vies hok geweest in het huis? Want het is in een vies hok, de ingang. Vies hok. Ja, jouw kamer. Ja. De tijd is om, maar we gaan dit wel even afmaken. Kijk maar mijn kamer. Ja. Die badkamer daar, waar het gewoon goed uitgezet is. Jij hebt me verstaan al in de ruimte. Ah, wat zand! Ja, oké, Roel. Ik heb je, kom eruit. Ja? Ja, ik heb je, joh. Kom eruit. Jullie moeten dat ding even optillen. Sorry, dat kan niet meer. Ah, leuk, je staat erop. Oh. Jezus. Gefeliciteerd, joh. Dankjewel. Hey. Helemaal voor. Je stond ook hier. Ja, hier zit niks. Bedankt voor het kijken. Check bankzitters.nl. En dan krijg je een schoon shirt thuis gestuurd. Raoul heeft gewonnen. Bedankt voor het kijken. Al dieren. Duimpjes. Nee, niet buiten sluiten. Nee. Nee, doe.